supporters. 90 minuten lang een luidkeels achter jullie gestaan. Heb je nog iets tegen hun te zeggen? Ja, we vinden het hartstikke kut voor de supporters. Weet je, dat vak zit helemaal vol. Ze steunen ons, ze zingen ons toe. Dat maakt het, ja, het baalgevoel nog erger. En kijk, we bedanken ze voor de steun en dat verdienen ze ook. Maar ze verdienen het gewoon de 3 punten, daar gaat het om. En als we ze dat niet kunnen geven, ja, zijn er geen excuses. Dus dat is gewoon verschrikkelijk voor hun. En het enige wat we kunnen zeggen, ja, we gaan het volgende week gewoon weer. Je krijgt weer een kans om het weer te doen. En daar moeten we gewoon naartoe gaan.